Oh, Nick, je ziet er wel heel leuk uit. En dan hoor ik loe, loe, loe. Is het wel. Oh, Nick, maar volgens mij staan je ogen wel een beetje dicht bij elkaar. Loe, 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 loe. Ja, mooi man. Ja, Jan, dan beginnen we met zwaar nieuws vanuit jouw privéleven. Je hebt een lastig gesprek gehad met jouw partner, jouw vriendin. Ja, zoals je weet was ik 4-5 jaar geleden, zag ik er echt heel goed uit. Mooie, slanke den, kaaklijn, sixpack. Nou ja, toen gingen die verkiezingen natuurlijk niet door. En had ik ook zoiets van, nou, die televisiecarrière van mij wordt ook niks. Dus ik kan gewoon lekker vreten en zuipen wat ik wil. Ja. Met dit als resultaat. Dat je gewoon goed dik bent. Ja, ontiegelijk dik noem jij dat, geloof ik. Ja. Nou, dus ik denk, dat gaat wel lekker, weet je wel. Als je trekt hebt in een gehaktbal, dan neem je er een. Als je trekt hebt in een sixpackie bier, dan drink je die. Ja, terwijl je zelf een gehaktbal bent. Maar ja, nu heeft mijn vriendin gezegd dat als dit zo doorgaat, dat ik op zoek moet gaan naar een nieuwe vriendin. Want ze wil niet langer meer met een dikzak zijn. Dus jij wil een oproepje doen? Naar vrouwen die op dikzakken vallen? Ja! Nee, nou, ik heb er lang over nagedacht. Want je kent mij een beetje, dus normaal als iemand zoiets tegen me zegt, dan zeg je, joh, krijg lekker de tering. Ja. Zoek het lekker uit. Maar als ik natuurlijk straks dik ben zonder vriendin, dan krijg ik ook nooit meer een vriendin. Ik krijg geen vervanging meer. Nee, maar gewoon dik. Dus het enige wat ik dan moet doen is afvallen om dan weer een vrouw te krijgen. Ja. Dus toen dacht ik dat het misschien efficiënter was dat ik gewoon nu ga afvallen en mijn eigen vriendin behoud. Dus vanaf nu zullen jullie steeds een minder Jan zien. Ja. Ik ga afvallen. Dus ja. Dat is een ingrijpende beslissing. Mochten jullie die pens nog willen zien, heel snel 100k op dit, op dit kanaal. Anders krijgen we een wasbordje te zien. Ja, nou ja, of zoiets. Dus, ja. dus mocht je denken van, wacht even voordat Jan straks weer helemaal slank in zijn pakkie zit. Word snel abonnee van dit kanaal. Met 100.000 laat ik alsnog even die dikke bierbuik zien. Ja. Met heel veel strié. Nee, ik heb helemaal geen strié. Maar om met een gezeik van strié. Maar dat gaat rond, Jan. Dat is, ja, dat gaat rond. Wil je even stiekem kijken? Ja? Nee, dan... Nou, doe maar. Ja, dat is strié. Dat is helemaal allemaal van die blauwe aderen. Boah. Ja, blauwe aderen. Boah, gewoon misselijk maken, man. Ja, dit is gewoon lullig, want ik heb geen strié. En nu wil je dus dat ik dat ga laten zien. Ik zei toch blauwe aderen? Van die hele grote aderen. Ik heb helemaal geen grote blauwe aderen. Nou, ik heb waarschijnlijk spataders. Wel grote... Ja. Op je buik. Nee, ik denk dat we er hier wel kunnen over ophouden. Dan Jan, vers van de pers. Gisteren ging de telefoon. Nou zeg, dat was ongelooflijk, Danny dat Boy. Was. Ik werd gebeld. Een nieuwe publieke omroep. En ik kreeg een contract voor 5 jaar aangeboden. Van maar liefst 80.000 euro per jaar. Nou, dat is beter dan bij Poont het aanbod. Ja, zeker. Het was fantastisch. Ik zeg maar, ik ga niet alleen. Nee, natuurlijk niet. Dan moet wel mijn rechterhand mee. Jan Roos. Oh god, ik moet dat ook nog. Maar goed, ze wouden zo graag dat zelfs jij ook aan boord kon. Ja. En toen heb je met de dame gebeld in kwestie. Ja, ik vond het fantastisch. Ze vroegen dus of wij dus aan boord kwamen bij die nieuwe omroep. Want ze hadden nog ook een paar leden nodig. Nou, nu is jij bekend als iemand die heel veel leden kan krijgen. Maar net voordat het gehaald wordt, word je eruit getiefd. Nee hoor, maar deze is een hele nieuwe omroep. Die zei van, kom bij ons aan boord. Jullie krijgen niet alleen een contract van 80.000 euro de neus per jaar om bij ons roddelpraat te gaan maken. Je krijgt ook een keer 10.000 euro als we het halen. Als we het niet halen, krijgen jullie 3.000 euro. Ja. Het ging maar door. De ruggen die vlogen zo door het rond. Ja. En jij zei nog tegen me, kijk eens, die mensen zitten verdomme op de Herengracht. Ja. Dus dat moet geld zijn. Ja. Dus ik even googelen, bleek het een flexplek te zijn. Echt, dan kan je per uur kan je daar een kantoor huren voor een tientje. dus iedere gek met een gebrek die kan daar zijn kantoor van maken. En toen ging ik even googelen op de creatief directeur. Dat bleek een meisje van 15 te zijn. Dus, en ze hadden eerst 25.000 leden, dus ze moesten er nog 25. Hebben ze nog 35 dagen of zo om daar te halen. Dat was het gesprek vorderde, waren er steeds minder leden. Ja, uiteindelijk bleken er toch 21.000 te zijn, dus hadden ze er nog 29.000 nodig. Ja. Dus om 1.000 per dag moesten we er even bij fietsen. Ja. Maar dan mochten we wel bij hun komen. En toen heb ik nog verder onderzoek gedaan en wat bleek het? Het bleek een multiculturele jongerencentrum te zijn. Nou, dan zie ik het op aan het goede adres. Het is niet voor niks dat ze mij wel eens Jantje Multiculti noemen. En ik heb een heel jong hart. Weliswaar
Ja, omgeven veel door vet. Veel vet eromheen. Ja. Maar... He, dat wil je even kwijt, toch? Ja. Nee, was hartstikke mooi. Totdat ik, dus het was allemaal onzin. Wel leuk dat ik ergens voor gevraagd word. Ja, dat is voor mij wat unieker moment dan voor jou natuurlijk. Omdat jij natuurlijk in elke bocht, in elk gat ja zegt. Dat is voor het eerst dat ik op een tv-optreden nee heb gezegd. Wou ik zeggen, ik bedoel, jij zit nog ja op de opening van een envelop, zeggen ze bij VI dan. Maar dus ik denk, joh, laat maar zitten, zoek het allemaal maar uit. Totdat ik dus... want ze hebben allemaal directeur, hè? Ja, allemaal directie van nul. Ja, ze hebben een directie van 100 man. Ja. Totdat ik dus zag wie de director of content was. Oh. Goedemorgen. Dat zie je nu. Ik zou je vertellen, dat deed mij wel een beetje twijfelen. Want die mevrouw heeft wel een paar mooie ogen. Hè? Ja. Jezus. Ja. Voor haar zou ik nog wel mijn best willen doen om wat leden binnen te halen. En als dat lukte... kon ze mijn lid ook binnenkrijgen. Ze was wat rondbostig. Ja, heel leuk. Wat een lekker wijf, man. Rondbostig. Oh ja, en ik hou ervan. Ik vind het heerlijk. Een stukje exotisch fruit. Heerlijk. Dan, Jan, gaan we naar Mojo. Oh, wat leuk. We liggen in conflict met Mojo. Wat is er nou weer? Mojo heeft weer geen rap aangeleverd. Vorige week ook al niet. Het ligt aan alles, behalve aan Mojo. Dus ik dacht, misschien is het leuk om hem even te bellen. Maar waarom vindt hij het bij ons niet meer leuk? Gaan we nu vragen. Ik ben ook een beetje klaar mee. Zit hij in het huis van bewaring toevallig? Nee. Yo, Dennis. Mojo. Ik ben hier met Jan. Hallo. Hallo, Mojo. Yo, kerel, man. Kun je nog één keer die rap gooien? En ik ben Jan. En ik ben Jan en ik ben heel tof. En ik hou van sla, maar niet van witlof. Yo. Hey, habberi pap. Hey, en ik heb binnenkort ook een donkere vriendin, dus het gaat helemaal goed. Je hebt al een Marokkaanse collega die ook een donkere vriendin, Jan. Wat gebeurt er met jou? Ik werk binnenkort bij een multiculturele jongerencentrum, vriend, dus ik moet wel. Of een centrum, hoe heet dat? Je omroep. Ga je januari mee naar Marokko dan? Mee naar Marokko? Lijkt me hartstikke leuk. Gaan we doen, man. Ja, en dan is. Ja, dan komt hij echt. En dan is hij ook helemaal slank, want hij moet afvallen, anders verlaat zijn vrouw. Ja, dat hoef je niet aan iedereen te vertellen. Maar, Mojo, we bellen eigenlijk om wat anders. We zijn op dit moment bij de rap. En die rap is er niet. Nee, die is er niet. Nee, ik wacht nog steeds, bro. Of wie? Maar... Op de Mexa Master, want hij doet nu alles voor mij. Omdat ik vorige keer met jou had afgesproken om die video zou editen, toch? Hey, maar, dus ik heb een mannetje gevonden. Mojo, dus jouw Mixi Master is de reden waarom we weer geen rap hebben? Hij is de reden, ja. Wat een klootzak. Nou, ja. Nee, want ik... Je mag hem aanpakken voor mij in de uitzending, Jan. Oh, zeker. Yo, Mojo, maar het punt is dat ik dus dacht dat, dat je boos op ons was. Of dat je zoiets had van, ja, ik ga niet meer voor Jan. Nee, bro, je mag Kelvin bellen. We hebben gewoon netjes nieuwe track gemaakt, et cetera. Alleen ik heb dit keer gezongen. Dat moet gewoon met autotune, dat rechtgetrokken worden. Oh, ja, omdat je eigenlijk niet kan zingen. Ik ga ook nooit meer met deze jongen werken. Nee. Ja. Dat niet op tijd leven, dan ga ik gewoon weer terug naar de andere. Ja. Ik weet dat misschien niet denderen. Nee. Maar doe altijd wel op tijd. Ja, precies. Nou, en als je denkt van ik ga toch naar die Mixmaster om geweld te gebruiken, ga ik graag met je mee, want ik heb toch al een strafblad, dus het maakt toch niet meer uit. Ik gebruik liever geen geweld meer, Jan. Ik probeer het wel allemaal netjes te doen. Oh ja. Hij tielt alleen nog. Ja. Nou ja, goed. Dus op dit moment, live in de uitzending. Je bent nu live, Mojo. Mojo. Poe, als ik nooit zou strijden, loop je bussen te kwijlen. Dan ga jij verdwijnen, dus loop niet te strijden. Anders krijg ik klappen, trappen hard. Wanneer ik op de chance, krijg je mama nieuwe kansen. Oh, ja, yo. Oh. Kleine freestyle, man. Oh. Ja, mooi, keihard. Man. Echt een dikke vrije freestyle. Was Nou, volgende week gewoon maar weer insturen, want dit is knudden. Jan, de Bellinga's, of de Blinga's, hoe je ze wil noemen, zijn familievloggers. Ben je bekend mee? Nou. Ik hoop dat ik als juffrouw. Kijk, ik wil het ook even dat iedereen. Ze is bang dat de kassa juffrouw haar al herkent. Dus ik ga een predictor stick kopen bij het kruidvat. En dan is ze bang, terwijl ze godverdomme dat allemaal aan het filmen is, dat de kassa juffrouw haar herkent. Mogen we dat de kassa juffrouw dan de schoep is zwanger? Dit is al een heel mooi kindje die ze hebben gekregen. Komt oh, en dat kleine dingetje wat is dat? Dat is een pop. Dat is een popje. Privé is of intiem is of zo, ik weet het niet.
Maar goed, ik heb dus gisteren een huis gehaald en ik ben van plan nu dus even die test te gaan doen om te kijken of ik misschien zwanger ben. Ja, hè? Je gaat niet op zo'n ding pissen om te kijken of er misschien post is gekomen. Wat is dit? Dit is toch echt... Oh. Maar ik heb even ingehaald. Oh, ik heb een zwangerschapstest gekocht. En weet je waarom? Om te kijken of ik zwanger ben. Wat een niveau. Gaan we nu de hele ding zitten kijken? Je bent toch razend benieuwd? Nee, ik ben helemaal niet benieuwd. Je zal wel zwanger zijn in de kring. Nee, dat zeg ik niet. Ik heb eigenlijk bij Leon en Lucille en Luxie altijd de simpelste zwangerschapstest gebruikt van de kruid. Oh, jeetje. Je gewoon ziet of je zwanger bent of niet. Oh, want bij die andere zie je of je binnenkort een nieuwe auto koopt. Nee. Wat is dat voor gelul, man? Ik stil ben en hoe lang mijn ziektes is en zo. Ze is gesponsord door Claire Blue, door de zwangerschapstest. Is het echt? Is dat ja. Gesponsord ook? Ja. Och, wat erg. Och, wat erg. Of je 1 of 2 weken zwanger bent, 2 of 3 weken. Wij heeft pis over dat ding heen, dan kunnen we verder. Ik heb wel een beetje beter beeld. Ja, dat is dus een test. Nou, steek hem in je toedeledokie, dan kunnen we verder met het gehele gebeuren. Goh, ze is zwanger, wat leuk. Weer zo'n lelijk kind erbij. Ze moet de hele ochtend al plassen. Ze heeft opgehouden, Jan. Net of je godverdomme of zwangerschapstest je pis moet ophouden. Dus 1 druppeltje heb je nodig. Wat denk je, dat je het in 3 liter zeik moet gooien of zo? Toch maar even lezen. God, wat zou er nou moeten gebeuren? Je moet over dat strookje heen zeiken en bij 2 streepjes ben je zwanger. Jezus! Een bekertje hebben. Een bekertje? Oh, je moet niet pissen in je hand. 20 seconden naar de ziekenhuis. Oh, 20 seconden? Nou, dat is lekker snel. Ik kom zo weer terug. Ik ga het even doen. Oh, ze gaat even doen. Maar eerst reclame. Wat extra ruimte. Nou, zeg. En dan komt er reclame. Ja, ze verdient de cliffhanger of de kring zwanger is. En dan krijgen we een reclametje. Nou. Ik ben zo zenuwachtig. Ik ben ook verschrikkelijk zenuwachtig. In de keel. Oh, wat heeft ze in de keel? Hart. Oh. Dat is de 4e keer, ja. Zeg maar, dat dit ons mag overkomen. Je hebt toch ook liggen neuken? Magisch in bijzonder. We hebben godverdomme. Er zijn te veel mensen op aarde. En het is magisch in bijzonder dat een konijn zwanger is. Zo'n overbevolking. Mensen die dan ook zeggen. We hebben echt iets magisch meegemaakt. Hey, ons wondertje. Wondertje. Ze heeft al een plasje gedaan. Ik vind trouwens dat mensen die zo'n trui aan hebben niet eens zwanger mogen worden. Godverdomme, wat een wansmaak. Ik tril helemaal. Je trilt helemaal, meid. Ik tril helemaal. Oké, ik moet nu wachten. Het is opeens al lang, 20 seconden. Zo, zenuwslopend test. Nog steeds wachten. Als je het niet vindt, had ik nu al de abortuskliniek gebeld. Oh, Jan, dat kan echt niet. Oh! Gaat ze nu huilen? Jongens. Zwanger. Goh. Hadden we niet verwacht. Zwanger. Ja. Oké, nou moet je nog gaan zeggen hoeveel weken. Dan wacht ik nou nog even op. Ik moet Daniel vertellen. Nog niet de kinderen. Ik flikker het wel gewoon op YouTube. Vertel niet de kinderen. Kijk, godverdomme, bijna 500.000 mogoltjes naar. Maar ik vertel het niet de kinderen. Ja, dan komen ze er vanzelf Jan, achter. Jan, familie Bellinga's, ik weet het niet zo goed. Het is natuurlijk altijd een prachtig fenomeen als je opnieuw een kind op aarde mag zetten. Ik kan me voorstellen dat het schitterend is. Jan heeft ook 3 kinderen waar hij iedere dag extreem van geniet. Dus ja, maar het zijn geen wondertjes. Ik heb gewoon met mijn moeder liggen neuken. Ja. Als ik jouw kinderen bekijk en ik heb ze gezien, dat zijn inderdaad geen wondertjes. Maar goed. Jongen, pas dan maar op. Je moet maar eerst eens kijken of je bevruchtbaar bent met die schele ogen en die tia van je vriend. Jezus. Gefeliciteerd. Dan gaan we nu naar een blokje. We gaan naar... Ik denk het reclameblokje. Is dat er ook? Hè? Ja. Oh. Jan, je hebt een slogan bedacht. Ja. Maak geen fouten, steun Roos en Schouten. Is een beetje gejat van de kaaswinkel van je vader. Ja. Maar jij stuurde van het bedenken van een slogan en ik had weinig tijd. Ik denk, waarom beter goed gejat dan slecht verzonnen?
Maak geen fouten. Steun Roos en Schouten. Willen jullie een extra uitzending? Iedere week. Wie wil dat nou niet? Iedere week. 5 euro's op roddelpraat.backme.org. Beschrijving staat hieronder. Roddelpraat.backme.org. Per maand. 5 euro's per maand. 1,25 per extra uitzending. En dan krijgen jullie de volgende dag krijgen jullie opgestuurd. En dat zijn dus eigenlijk de dingetjes die naar mijn idee niet online kunnen, omdat die te extreem gaan, buiten de mediaakkoorden vallen of nog viezere dingen vanuit Jan. Ja, dat dus, zijn bijna elk onderwerp. Dennis, goh, bij een klootzak dat je dat er altijd uitknipt. Nou, voor 5 euro per maand krijg je dus iedere week een uitzending met die viezigheid van Jan. Bijvoorbeeld... Kijk, dit zie je dus in de extra uitzending. Nou, dit is dus allemaal weggepiept, maar ben je nou benieuwd wat hij echt heeft gezegd? Dan kun je naar de extra uitzending. Nee, dit kon niet aan. Ja, het gaat in ieder geval over jouw ex-werkgever. Ja, nou, dat is leuk. Dan hebben we ook nog wat anders. Roddelpraat.shop. Roddelpraat.shop, daar kunnen jullie mooie hoodies en mooie t-shirts bestellen. We hadden eerst de hoodies, die lopen als een tiet. Maar we hebben nu ook t-shirts, hè, met mooie roddelpraatkreten. Maar het leuke is dus, eigenlijk is het helemaal niet leuk. Weet je. Ik zit net de Bellingcats af te zeiken over hoe achterlijk die zijn. Maar moet je nou horen. De best lopende hoodie, maar niet een beetje. Bijna van alle hoodies is zo'n 80% verkocht. Weet je welke? Nou. Hallo. Hallo. Ik zweer het je. En iemand heeft een filmpje ingestuurd met die hoodie aan in de Efteling. Komt-ie. Ja, mooi toch? Derde succes en ik ben ook blij dat we nu eindelijk een beeld kunnen brengen wat voor een publiek we hebben. Ja, niet alleen dat. Het is ook het eerste succes in het leven van jouw neef Nick. Hij verdient er alleen niks aan, zoals altijd in het leven van neef Nick. Maar in ieder geval, neef Nick, bedankt en hallo, hallo. Goed, hebben we dat ook weer gehad. We hebben de shop gehad, we hebben Backme gehad. Kan ik nog wat vertellen over mijn neef Nick? Ja, doe maar. Het gaat erg goed met Nick. Oh, zijn de pillen aangeslagen. Echt? Nick is... ik mocht eigenlijk niet zeggen, maar... Nick is verliefd. Verliefd? Nick is verliefd. Oh, wat leuk. Ja. En? Ja, Nick heet Jolanda. Meer weet ik al niet. Oh ja, Jolanda 1, 2 of 3? Hey, vinden Jolanda en Nick ook leuk? Of heeft ze geen witte stok met rode streepjes en een herdershond naar zich lopen? Wat? Ja, die moet toch een blinde zijn? Wat een mogol is dat, joh. Aardige mogol, maar wel een mogol. Wat? Oh, Nick, je ziet er wel heel leuk uit. En dan hoor je, loe, loe, loe. Is het wel. Oh, Nick, maar volgens mij staan je ogen wel een beetje dicht bij elkaar. Ja, mooi man. Wens Nick in succes in de liefde. Succes Nick in de liefde. Want zoals jij weet, op ieder potje past meestal een potje. Nou, is wel zo. Ja, of je moet dus een Gordon zijn. Dan past op ieder pootje misschien opeens toch wel weer een dekseltje. Mag ik dit niet? Wil je dit niet? Dit kan er ook uit. Of in de extra uitzending. Wacht even. We hebben de shop gehad. We hebben Backme gehad. We hebben Nick gehad. We hebben ook godverdomme nog een betalende sponsor. En weer dezelfde als vorige week. Ja, Panja. Het Nederlandse drankfeest. Een topspel. Probleem is als volgt. Ik had vorige week een scriptje geschreven. Ja. Wat wij fantastisch hebben uitgevoerd. Ja. En ik had eigenlijk beloofd om dat deze week ook te doen. Ja. En dat heb ik ook niet gedaan. Oh. Dus we moeten eigenlijk improviseren. Oké. Dus, maar als jij zegt, oh fantastisch leuk, ook voor de feestdagen. Dan doe ik enthousiast. Ja, dan zullen we gewoon beginnen. Ja. Laten we beginnen met, met de drank. Met een glaasje. Moeten we het niet eerst vertellen hoe leuk het is, of doen we dat daarna, nadat we het hebben gespeeld? Ik denk dat we tijdens het spelen zeggen dat het heel leuk is. En dan moet jij een paar keer zeggen waar je het kan bestellen, bol.com. En zeggen dat het heel leuk is voor de feestdagen. Want laten we eerlijk zijn. Kan Nick dit ook met Jolanda spelen? Je moet kunnen lezen. Dus dat wordt lastig. Nick kan niet lezen. En Jolanda is blind. Dat wordt niks. Panja, als je het leest, misschien leuk om ook een braille spelletje te ontdekken. Dat Jolanda het hele... Lieve Nick, wanneer heb je voor het laatst geneukt? En dat Nick zegt... Dat kan ik me niet herinneren, maar misschien wel over 5 minuutjes. En dan hoor je opeens... Dat zijn dan die 100 voetjes die heel hard wegrennen met Jolanda erachteraan. Zelfs die herdershond denkt, nou, dit gaan we niet doen. Hey, tikken, 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 overal die stik tegenaan, op zoek naar de deur.
Arme Nick. Ja. Oh, goed. Ja, maar jij hem niet verslijt met pissen, kunnen we te zeggen dat Nick dat wel doet. Wat eerlijk zijn. Trek maar een kaartje. Oh ja, leuk. Eerst even een bolletje inschenken. Zonder reclame. Oh, sorry. Ja, want het is een drankspel. We doen wel sterk dit keer. Leuk. Oh, dit wordt grappig. Panja, het Nederlandse drankspel. Bestel het op... bol.com. Ook leuk voor de leuke feestdagen. Ja. Droogstand. De persoon die het langst geen seks heeft gehad, moet 2 slok drinken. Slokken. Ja, dan staat hier slok. Ja, maar anders denken mensen dat er een schrijffout in staat. Dat is niet goed voor de verkoop. 2 slokken. Slokken. Er staat slok. Ja. Nou goed. Doe het nog een keer. Knip. De persoon die het langst geen seks heeft gehad, moet 2 slokken drinken. Er staat een slok. Als je nog maagd bent, moet je jouw gehele glas leeg drinken. Nou, het is maar goed dat Nick er niet is, hè? Nee, nou, Nicky die zou nu die hele fles moeten atten. Ik ben geen maagd. Je hebt zelfs al verteld dat ik kinderen heb, dus dat wordt lastig. Ja, of mijn ex. Nou, laten we daar maar niet over beginnen. En jij ook niet, want ik kan jou niet opbellen of je ligt met een van de wijf in bed. Maar wanneer heb jij voor het laatst geneukt? Dat is de vraag. Dat was met een meisje uit Servië. Dat is 2 dagen geleden. Oh, dan mag jij hier... Wat doe ik nou? Ja, dat is het klokje van Aten. Oh, handig. Dan mag jij een slokje drinken, vriend. Want ondanks dat ome Jan een beetje te dik is, vindt zijn vriendin, lag je gisteravond gewoon nog even lekker gezellig te knallen, hoor. Ja? Ja. Welk standje? Nou, laten we eerlijk zijn, het was niet heel uitgebreid. Dat noemen wij thuis een veebootje. En wat houdt dat in? Nou, dat je hebt trekt en doe je klepje open, flikkert je in je bek en dan loop je door. Alleen dan, ver van vertaald. Het was eventjes net voor... Oh, ik mag niet drinken. Nee, het was even een... maar het was wel prima. Maar ben je wel echt in haar geslachtsdeel geweest? Dat bedoelt ze hiermee. Als zij alleen in mijn... Ga jij mij nou uitleggen wat leuk is? Nee, maar misschien heeft ze jou alleen oraal bevredigd. Dat is niet de bedoeling. Nee. Hij zat er tot de wortel in, hoor. Oké, nou, daar gaan we. Proost. Lekker man. Nou, jij een kaartje. Ik weet niet. Ze wil misschien bij me weg als ik te dik blijf, maar ik weet niet of ik dit soort dingen moet vertellen. Dat is ook niet echt bevorderlijk voor mijn relatie. Nee. Maar goed, het is wel onderdeel van het leuke spel Panja. Koop het. Waar? Bol.com. Heel leuk spel. Ook voor de leuke feestdag. Ja. Nee, we zijn klaar. Ze hebben maar een minuutje ingekocht, hoor. De persoon met de laagste batterijpercentage moet 1 slok drinken. Nou, Jan, de geloofwaardigheid is er wel af. Zo staat dus een hoepel. Leuk. Panja, fantastisch spel. Ook leuk voor de feestdagen. Te bestellen bij bol.com. Prachtig spel, echt leuk. Het is gelijk gezellig aan tafel. Fabiola maakt Photoshop fout. Zie hem, Jan. Dus de Photoshop fout? Ja. Bij Fabiola? Ja. Ze heeft geen knie. Oh ja. Ja. Je kan toch wel zeggen dat Fabiola, zeg maar, een gastvrije dame is? Wat dan? Nou, je hoeft hem alleen nog maar in te spuren. Dat is toch... Is dat ook een hoertje, of niet? Is dat ook... Kan je die ook gewoon... Want vorige keer met die clip lag ze ook met de reet omhoog bij een van de... Vriendin van de show, ik probeer haar even erbij te halen. Oh, leuk. Fabiootje. Fabiola. Hi. Dat is jammer. Misschien vond ze de vorige keer toch niet zo leuk. Dat het heel leuk was. Nou ja, als je iemand meerdere keer voor hoertje noemt dan. Hi. Fabiola, met Dennis. Hallo. Hallo. Hallo, wat neem je neerslachtig op? Ja, die ligt lekker te relaxen. Oh, je ligt lekker te relaxen, vertel. Hm? Ja, vertel, wat ben je aan het doen? Ja, ik lig lekker op de bank. Oh, oké. Nou, top. Hey, ik zit hier met Jan Roos en we zijn aangekomen bij jouw Photoshop. Hallo Jan.
Hi Fabiootje, hi Fabiootje, hi. Ik lig wel lekker op het bordeel. Lig je op het bordeel? Dan moet je oppassen dat je niet afflikkert. Nee, komt goed. Oké. Okay. Oh, lekker meid. Hey, ik zit nu te kijken naar die foto in die sauna. En op een of andere manier ja, heb ik trek in een broodje warm vlees. Wat zit je er weer lekker bij, joh meid. Heerlijk. Ja. Echt. Ja. En dus ik vraag me ook een beetje af, ja, nu je zo lekker ligt te chillen billen op de bank. Wat heb je dan nu bijvoorbeeld aan? Een tijgerpakje. Een tijgerpakje? Van Patty Braart? Ja. Oh, wat mooi. Hey Fabiootje, dit is de rubriek Social Nononsense. En dan bespreken we dingen wat er gebeurt op de Social Nononsense. En we zagen een foto van jou op de Instagram. Ja. Dat je dus lekker met je billetjes op die houten bank in die sauna zit. Alleen er viel ons op iets op. Je hele knie is weg. Hoe kan dat? Ja, ik had een knie, wazig gemaakt. Het was een wazige avond. Oh. Drank op en toen was ik gevallen. Oh. En toen was mij, ja, ik had een blauwe plek, maar een bruine plek op mijn knie. En dus ik had hem gewazig gemaakt. Hé, hey, maar Fabiootje, laten we eerlijk zijn, die knieën van jou, daar zit je toch wel vaker op? Ja, laten we eerlijk zijn, Fabiootje, je hebt toch liever een lul dan een koekie, of niet? Ja, jeetje. Hoppatee, in het sneetje. Nou, in ieder geval, dan weten we dat ook weer. Dan weten we in ieder geval ook weer hoe het komt. Want we dachten, misschien heb je dus geen knieschijf. Dat gebeurt af en toe, hè. Dat de mensen die dan uit een familie komen, dat er, nou ja, waar neef en nicht vrije ligt, zeg maar. Dat ze dan onderdelen van het lijf ontbreken, waaronder een knieschijf. En het zou heel vervelend zijn als je geen knieschijf had. Maar die heb je gewoon weggefotoshopt, omdat je bruine knieën had. Ja, waarom niet? Ja... Blauwe knieën, ja. Hey Fabio, vind je het leuk als ik een keer bij je kom chillen op de bankie? Ja hoor, je bent ook welkom. Oh, ik ben fan van jou. Ja, ik ben ook fan van jou. Nou, oh, leuk. Nee, ik ben die andere, die knappe. Ik doe niet meer mee. Ja, ik doe niet meer mee. Mooi, mooi. Nou, ja, ik weet niet wie ik nu aan de lijn heb. Ja, ik doe niet meer mee. Oké. Fabiootje, we spreken binnenkort af. Dan kom ik eens even lekker bij op de bankje liggen. En dan zou ik eens even kijken wat er in dat synthetische tijgerpakje allemaal te zoeken valt, hè? Ja, dat is echt lekker. Ja, dat is echt lekker. Dat komt helemaal goed. Ik zal mijn best doen. Tegen die tijd ben ik een paar gram afgevallen. Dus dan geef ik een slagje extra. Nou, oké. Okay, ja, doei. Dag. Ja, dag. Zo. Godverdomme zich. De afsluiting. Mensen, hartelijk dank weer voor het kijken. Wil je nou ook direct weer een extra uitzending? En iedere week een extra uitzending. Waarin alles wat ik eruit knip gezien wordt. Kijk, je kunt ook lid worden van Boont. Nou, dat zou ik niet doen. Nee. Maar je kunt zonde ook, van je geld. Maar je kunt ook gewoon maar €5 in de maand betalen. En precies. Gewoon, dan krijg je er wat voor terug. Zo is het. In plaats van dat je... Dus nou, dat zeg ik ook niet. Ah joh, zeg het gewoon. Wat wou ik zeggen dan? Ja, dat je je geld weggooit en dat het terechtkomt in de zakken van Dominique Wezi. Nou, maar dat... Zoiets. Toch? Dus dat kun je doen. Linkje staat hieronder. Je kunt ook nog naar de shop. Rollenpraat.shop heet dat. Ja, klopt. En wil je nou... Naar bol.com. Panja. Stel. Wil je nou in het reclameblokje, stuur dan naar onderstaat e-mailadres een mailtje. En we behandelen je net zoals ludiek als de kaartjes van Panja. Je moet wel een goed bedrag betalen. Ik heb als mensen die willen een paar tientjes betalen. Oh, ik heb ook wel mensen, die heb ik heel vaak in de mail. Die mailen van ik betaal je €50 als je een foto van mijn buurman laat zien en hem beledigt. Want ik heb meer klaar. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Wie belt er? Fabiootje? Ik ga wel weg. Dag!